Peter Loré, 52 weken feest. Hoe kom je op het idee? Ja, gewoon, ik moest iets, hè? Nee. Ik had gewoon een heel leuk idee om een plaat op te nemen met een bekende discjockey, DJ Michelski van de Skier in Rotterdam. En dat ging eigenlijk zo leuk dat we op een gegeven moment steeds meer discjockeys erbij kregen. En op een gegeven moment kwamen we uit op 52 platen, 52 weken feest. Hoe loopt dat concept? Ja, het gaat hartstikke leuk. Het wordt heel goed opgepikt. De radiostations die pikken het leuk op. Het gewoon, elke feest-dj draait de platen en het wordt gewoon steeds leuker. De carnaval staat op het punt van losbarsten. Druk waarschijnlijk, of niet? Ja, het is van hot naar her een beetje vliegen en het is gewoon echt gigantisch leuk. Nu ook weer in de Brabant Hallen bij de langste polonaise van Alex en Patty Bruid. Super gezellig. Hartstikke mooi. Wanneer komt de volgende single? Elke vrijdag komt er een nieuwe single uit, dus hou het in de gaten via 52wekenfeest.nl. En we zingen met z'n allen. Hey vogeltje, wat zing je vroeg? Wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Niet lang. Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat we tegen vieren, zoals morgens tegen vieren. Omdat het dan pas echt gezellig wordt. Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen. Het kwam ons altijd heerlijk onverwacht. We zouden eventjes een slokje kopen, maar eventjes dat werd de hele nacht. En tegen het ochtendgloren stond die hele zotte troep van bassen en tenoren luid te zingen op de stoep. Een agent, kom voorbij. Kijk wat de vogeltjes dan doen daar. Naar huis. Hey! Vogeltje, wat zing je vroeg? Wat zing je vroeg?